De Stichting voor Surinaamse Genealogie heeft gisteren een workshop gehouden over stamboomonderzoek in het Nationaal Archief van Suriname. Tijdens de workshop hebben de cursisten meer informatie gekregen over hoe een stamboomonderzoek te doen. Ook de toegang tot digitale bronnen is uitgebreid behandeld door voorzitter Pieter van Bol. De stichting heeft vorig jaar een website gelanceerd waarop alle beschikbare bronnen voor Surinaams stamboomonderzoek bij elkaar zijn gebracht. Deze website heet www.allesurinamers.org. En in een interview vertelt Bol dat de workshop is gehouden omdat de vraag naar stamboomonderzoek groot is. Steeds meer mensen tonen belangstelling voor hun roots of achtergrond. Ja, het is iets wat, waar veel mensen mee bezig zijn. Het is een onderwerp wat, waarvan de belangstelling toeneemt. Het is eigenlijk vooral in Nederland begonnen. Surinamers die daar opgroeien, op een bepaalde leeftijd komen, die krijgen toch wel vaak de neiging om daar meer over te willen weten. Wat zijn mijn roots? En dan in Nederland, ja, dan kan je dat minder makkelijk vragen aan je directe familieleden. Dus men is toen ook de archieven ingegaan. En, dus de Stichting voor Surinaamse Genealogie, die ongeveer 20 jaar geleden is begonnen in Nederland, die heeft ook steeds meer leden. En het begint nu ook in Suriname te groeien, de belangstelling. Het hoofd publieksdiensten van het Nationaal Archief Suriname, Tanja Sitaram, vertelt dat het archief dagelijks bezoekers krijgt die speciaal komen voor stamboomonderzoek. Cursist Silva Kumar is bijzonder blij met de cursus. Er zijn veel bezoekers hier bij het Nationaal Archief die stamboomonderzoek doen. En het is altijd goed dat als een deskundige, als in dit geval meneer Pieter Bol, alweer een nieuwe bron heeft ontdekt waar er meer informatie te halen is voor je stamboomonderzoek, is het altijd goed om de floor te bieden als Nationaal Archief aan andere mensen die ook daarmee bezig zijn. Dat ze ook tips krijgen en informatie kunnen zoeken in andere bronnen. Kan je stellen dus dat Surinamers steeds meer interesse tonen over hun achtergrond? Dat is waar, ja. Je hebt heel veel bezoekers hier dagelijks die speciaal komen om stamboomonderzoek te doen. Niet alleen van Suriname, maar ook daarbuiten. Wauw, ik ben heel erg onder de indruk. Omdat eigenlijk mijn zusje me heeft de opdracht gegeven. Er was eerder al een cursus en ik ben toen niet geweest. Maar nadat ik een beetje in contact ben gekomen met familieleden de afgelopen tijd, vond ik het toch wel interessant om iets meer te weten over hoe kom je erachter hoe wij hier aangekomen zijn. Een van de cursisten van de workshop Stamboomonderzoek, Silva Kumar, gisteren in het Nationaal Archief. De komende periode worden er nog 3 van deze cursussen gehouden.